Een hele goede dag allemaal en welkom bij mijn nieuwe serie Super Shotgun Zondag. En ja, ik ben bezig gewoon, ik ben aan het werk aan nieuwe series. Want Modern Warfare 3 loopt ten einde en om gewoon normale gameplays te uploaden is niet altijd even leuk. En daarom doe ik daarnaast ook de Road to Commander. Ik doe de jullie zeggen ik probeer challenge. En nu dus ook Super Shotgun Zondag. Of zaterdag, wat het beste uitkomt. Maar dat zal waarschijnlijk eerst zondag zijn, zoals vandaag. Hier liep ook iemand. Oh, aan de andere kant. Oké. Wat het eigenlijk inhoudt is gewoon... Ja, het spreekt redelijk voor zich. Super Shotgun zondag. Op zondag of zaterdag, zoals ik net al zei. Speel ik met een shotgun. En daarmee moet ik gewoon proberen om een goede gameplay te halen. Dit keer heb ik gekozen voor de Spas 12. Damage en Extended Max is het. En wow, die was heel slecht. Extreme Conditioning, Assassin en Steady Aim. Hier zit een camper, maar... Nu loopt hij net weg. Mooi. En ik heb de MP9 Silencer als secondary. Die gebruik ik nu even voor de long range kills. Ugh. Ja, het is wel weer even wennen met shotgun spelen. Al een tijdje niet meer gedaan, ook al is mijn pas wel goud. Ik heb het al een tijd niet meer gedaan. Overloop erin. Mooi. En we spelen dus eerst op hardhead. En hardhead is echt mijn favoriete map voor de shotguns. Want meestal... Oh, dat is dus het nadeel als je geen headset in hebt nu. Want nu moet ik mijn commentary doen live. En als je gewoon je headset niet in je PlayStation hebt zitten, dan hoor je dat dus niet. Dus anders had ik Bouncing Betty wel gehoord. Wel jammer, maar helaas. Zat er daar nog één. Wauw. Maar goed. Hardhead, daar gaat het meestal wel goed met mij en shotguns. Op de een of andere manier, ik weet ook niet waarom. Maar dit is echt mijn map qua shotguns. Dus laten we eens even zien wat we hierop kunnen doen. Dat gaat lekker zo. Ja, ligt daar gewoon. Oké, moet jij weten. Ja, daar waren we even aan het dansen. Maar goed. 1305 Predator. Gelijk inkallen voor de double kill. Helaas, net gekild. Anders had ik mijn Cobra. Helaas. Zoals ik zei, ik speel met Extreme Conditioning, Assassin, nee geen Assassin, Assassin wat zeg ik nou, Hardline en Steady Aim. Ja, Steady Aim, shotguns is het makkelijkst. Hardline omdat ik mijn killstreaks snel wil krijgen. En Extreme Conditioning spreekt redelijk voor zich denk ik. Alleen de hitmarkers zijn een beetje irritant. Dus ik ga misschien latere afleveringen met... Hoe je dit spelen met specialist, zodat ik range en damage heb op een killstreak. Nou eventjes focussen. Even wisselen naar mijn secondary en even B-cappen. B-cap in mijn eentje. Like a boss. En... Zo gaat hij lekker. Gelijk inkalde die hap. Voor de double kill misschien. Hipmarker. Wauw. Nou, het zal wel. Dank je teammaat. Oh ja. Natuurlijk, maar ja. 22 om 9. Daar ben ik zeker wel tevreden mee. Voor een shotgun. En voor de eerste aflevering. Wauw, waar ga ik naartoe met mijn aim zeg? Zo. Dat was echt heel droevig eventjes. Kill gaat daar continu liggen.
Ja, daar kan ik nou niks tegen doen. Ik snap die hitmarks alleen niet van relatief dichtbij. Nou ja. UAV maar weer incallen. En weer doorgaan. Volgens mij is dit wel een redelijke assassin lobby waar we tegen zitten. Nice. Kijken of we deze ook nog kunnen krijgen. Oké, die is al dood. Oh. Oh. Wordt geowned misschien. Oh, jammer. Zo. Die kill gewoon met een headshot. Wauw. Ja, mooi. Zulke kills vind ik echt mooi. Maar, ja, hier kallen we de Predator in voor de mooie triple kill. Nice, nice. Ben ik zeker niet ontevreden mee. Alleen het nadeel is dus dat ze relatief gezien veel met Assassin spelen. Zoals die kerel Assassin. Nou ja, 33 om 14. Niet verkeerd. Even kijken waar die kerel heen gaat. Die komt hier dus. Oké. Wisselen een secondary voor long range. Oké, ja. Ik moest kiezen. Als ik die kerel die dichtst bij mij stond eerst had gekozen. Trouwens, mooie double. Dan denk ik dat ik sowieso dood was geweest. Dus dan doe ik het maar zo. Oké, ik kwam er nog één achteraan. Jammer. Ik wil 50 kills wel halen dit potje. Dat zou ook wel leuk zijn. En ik zie het positief in. Ik denk wel dat het gaat lukken. We zitten momenteel op 42. 1. Wat? Nee. Niks 1. We zitten op 3 vierde van het potje. Dus dan zou ik nu nog ongeveer een 12, 13 kills erbij moeten krijgen ofzo. Jammer, jammer, jammer. Dat is het nadeel van met een shotgun spelen. Want op long range is die natuurlijk slecht. Bagger, zeg maar. Juist, en dat is weer het topspan systeem. 44-18. Ik snap niet dat ik hem daar niet had. Want volgens mij was dat wel raak. Maar als ik dood gegaan was door die stealthbomber, dan had ik dat niet kunnen geloven. Net gespand. Oké, ik lag al. Ik lag al toch? Nou ja, volgens mij lag ik al. Maar goed, enemy heeft een multikill op ons. Minder fijn. Good. Zo, hey. Dank je, teammaat. Ja, ik was mijn UAV aan het denken al. Ik kon helemaal niks. Tuurlijk, Final Stand. Dat is ook altijd zo leuk. In ieder geval de 50 kills gehaald, dit potje. Ja, deze enemies zijn zeker wel slecht. Hoppa, hoppa, hoppa. Volgens mij. Juist hem. Ik ga nu even mijn killstreaks niet inkallen. Want ik zat daar op een lekkere killstreak. Snel nog inkallen voor het einde van het potje. 57, 22. Snel, snel af laten gaan. Final killcam, final killcam. Daar naar binnen. Ja, ja, ja. Juist, een final killcam. Net de UAV niet in kunnen callen. 59 om 22. Bijna een 3KD voor een shotgun. Ja, dat lijkt mij wel redelijk.
Ik ben er in ieder geval zeer tevreden mee. Final Kill Cam. 59-22 voor de nieuwe serie Super Shotgun Zondag. Bedankt voor het kijken. Laat even de reactie achter wat jullie ervan vinden. En bedankt voor het kijken nogmaals. En adieu.